topscorer van de competitie, krijg je natuurlijk veel aandacht. We gaan zo zien of hij ondanks alle druk het doel ook vandaag weer weet te vinden. Het lijkt een aardige dag te worden voor een geweldige wedstrijd. Welkom allemaal. Commentaar bij deze wedstrijd komt van ondergetekende Siert de Vos en natuurlijk hiernaast me mijn gewaardeerde collega en vriend Jeroen Guter. En over enkele ogenblikken de aftrap van de laatste wedstrijd van de competitie. Het is Willem II tegen FC Porto. Het was weer een heerlijk seizoen, hè Siert. We hebben een hoop interessante wedstrijden gezien. Er waren de nodige verrassingen natuurlijk. En wat hebben we gesmuld van al die fantastische doelpunten. Ja, de spelers zijn vast aan vakantie toe. Maar hopelijk hebben ze nog een beetje over om er vandaag een mooie wedstrijd van te maken. Dit zijn de 11 spelers waarvoor de coach van Willem II heeft gekozen. Vandaag 4 verdedigers, 3 middenvelders en een driemans voorhoede. Kortom, een 4-3-3. Dus ja, een behoorlijk aanvallende formatie als je mij vraagt. En dat lijkt me goed nieuws voor de neutrale toeschouwer. Kijken naar de spelers van FC Porto die aan de wedstrijd gaan beginnen. De intenties zijn duidelijk. Ze zullen de aanval kiezen, als ik deze formatie zo zie althans. Een 4-4-2, toch is dit? Ja, dat klopt. Maar dan wel met een ruit op het middenveld. Daar is de aftrap en Willem II met het eerste balcontact. En nu snel schakelen voor de counter. Ja hoor, het eerste doelpunt van de wedstrijd. Hij zit er al in. Nou, dit is toch een heerlijk begin van de wedstrijd. Ja, deze ploeg laat zien wakker te zijn. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Hij speelt hem naar de flank. Maar Pieter gebaart er Willem twee spelers dat ze door mogen. Hij laat de tegenstander achter zich. Hier wordt om de bal gestreden. De bal gaat buiten. Inworp. Valentino Lazaro. De Jong. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Goed geblokt dat schot. Dit is de dag waar die fans naar uitkeken. De titel was al binnen, maar het echte feest begint vandaag. Als ze straks de trofee in ontvangst mogen nemen. Ja, ik ben benieuwd wat dit zal betekenen voor het spel van vandaag. Hè? Want natuurlijk is de titel al gevierd. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Ja, veilig. Toch de kans. Oh, jongen. Toch, deze had hem natuurlijk ingemoeten. En dan was de voorsprong nog groter geworden. Ja, deze moet te maken, inderdaad, zie je het. De bal gaat over de zijkant. Öztunali. Ze komen aan de bal. Konoplyanka. Amrabat. En nu wordt het oppassen. De speler raakt het balbezit kwijt.
Ruimte voor de counter. Dit kan wel eens een kans opleveren. Geef hem dan nu! Eenvoudige ingreep. Die voorzet was een makkelijke prooi voor de keeper. Daar gaat het balbezit. Konoplyanka. Kijk eens naar de ruimte. Gaat Willem II daarvan profiteren. Op de vleugel. Bal achtergewerkt. Hoekschop. Bal komt voor. Ja, zo'n bal. Volley nemen is natuurlijk niet goed. Ja, dat zie je ook hier weer. Ja, het is een kwestie van techniek, timing en uiteindelijk ook geluk. Zou wel eens wat kunnen worden. Üstünali. Hele knappe redding. Want het schot was verschrikkelijk hard. De verdediging werkt die bal goed weg. Ze mogen de bal gaan ingooien. Jonjo Shelvey. Sim de Jong. En hij komt eruit met de bal. Hij stopt hem. Dus die speler scoort niet nog een keer. Sterk gekiept hoor. Schiet op doel. Die bal mag erin. Redding. Spel. Boom. Koekoe, wat een doelpunt. Hier zie je dat er eerst goed wordt opgebouwd. En dat het dan vrij voor de doelman kan komen om het af te ronden. Mooie redding. Maar hij krijgt die bal niet weg. En dan gaat het alsnog fout. Ja, inderdaad. Zie je het. Die aanvallende partij blijft alert en slaat er alsnog toe. Diallo. Amrabat. Hij zit er goed tussen bij die pas. De Jong. Niet meer aan de bal na die tackle. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? Hij krijgt daar geel voor. Goed gezien, denk ik. Jonjo Shelvey. Connolly. Sim de Jong. Doelpoging, schot. Doelman ertussen, spel gaat verder. Geen risico genomen hier. Weet te voorkomen dat de paas zijn eindstation bereikt. Sim de Jong. Is alweer even aan de bal. Sim de Jong. Ja, geweldig. Doelpunt. Hij is zo zelfverzekerd aan de bal. Hij besloot zijn man te omspelen en zie eens wat het oplevert. Ja, hij heeft een formidabele techniek. En dat laat hij zien ook. Eén team maakt hier de dienst uit. Het staat 3-0. Konoplyanka. De bal over de zijkant van het veld. Komt steeds iets verder richting het midden voorgegeven.
Ja, dat kan niet met deze bal. Koekoek. Wat een heerlijk doelpunt. Mag ik een oortje zetten? Koekoek. Ze zochten met een paar goede passes naar een opening voor een voorzet. En toen hij helemaal kwam, toen klaarde hij dit klusje voor het doel. Hier kun je nog eens zien hoe prachtig naar dat doelpunt toegewerkt wordt. Hier, nog een keer. Moet je kijken. Hoe schitterend die bal van de rechterkant werd voorgegeven. Ja, maar dit is het type speler dat een mooie voorzet in huis heeft. In de herhaling nog een keer die voorzet. En daarop volgt dus het doelpunt. Echt een lekkere voorzet. En vervolgens heel goed ingeschoten. We trappen af met 4-0. Het krachtsverschil is duidelijk. Öztunali. Raakte onderweg een speler. Het is een inworp. Connolly. Waar gaat die doelman helemaal naartoe met die bal? Die bal wordt geblokt door die speler. Alfred Ndiaye. Amrabat. De thuisploeg wordt op alle vlakken afgetroefd. Tot grote teleurstelling van de fans. Die hun spelers trakteren op een onverbroken stilte. Een sluwe steekpaas. Kunnen ze profiteren van deze paas? Hij let goed op en onderschept die paas. Hij werkt de bal weg. Hij opent naar de andere kant van het veld. Dit begint er aardig uit te zien. Aanval wordt afgesloten. Het is buitenspel. De bal gaat over de zijkant. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die paas onderschept. Martin Dubravka. Steekbal door de lucht. En nu snel schakelen voor de counter. Laag voorgegeven die bal. Op de lat en over het doel. Hij zit er goed tussen bij die pas. Nog steeds in aanval. Geweldige verdedigende actie. Goed weggewerkt die bal. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Oriol Romeo. Deze ploeg blijft massaal achter de bal. De tegenstander moet iets verzinnen. Verzin een list. Daar gaat het balbezit. Bal buiten de lijnen, inworp. Opnieuw een inworp. Diallo. Met die passes van hem is vandaag niets mis. In deze wedstrijd heeft hij tot nu toe prima passing, een steekpaas in de ruimte. Die staat meestal voor Wubbel Okkels. Zo, wat een mooie! Nou, ze dachten er niet aan hem te denken, want hij is immers een keeper. Maar ja, dat hadden ze beter wel kunnen doen. Ja, ik denk niet dat ze dit hadden zien aankomen. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. De aftrap. En het staat inmiddels alweer 5-0.
Konoplyanka. Alfred Ndiaye. Hij weet die paas te onderscheppen. Goed opgelet. Hier lijkt een goede mogelijkheid aan te komen. Öztunali. Amrabat. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Bal gaat uit, inworp. Nou, wat kan hij hiermee? Uitstekende mogelijkheid. En dat is een mooi doelpunt. Dat hij daar zo vrij voor de doelman komt, is het resultaat van een mooie aanval over een aantal schijven. Nee, hier was geen redder meer aan voor de doelman. Als een speler op zo'n positie de bal krijgt, ja, dan is het bijna een garantie dat er wordt gescoord. En al in de eerste helft hebben ze een zeer comfortabele voorsprong opgebouwd. Diallo. Alfred Ndiaye. Slechte actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Sim de Jong. Gefloten. Ja, buitenspel. Met een kopbal over de zijlijn. Öztunali. Nou, we gaan nog even door. 4 minuten blessuretijd. En let goed op en onderschept die paas. Ze komen weer in balbezit. Hij komt met een schot. Bam! En dat is een mooi doelpunt. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Ze hebben al in de eerste helft duidelijk afstand genomen van de tegenstander. Öztunali. Alfred Ndiaye. De aanval geopend door Willem II. Ze blijven de bal overspelen en wachten op het moment dat ze er langs kunnen. Sim de Jong. Zag er goed uit hoor, die counter. Maar ze verliezen de bal. Er wordt gefloten voor rust. 1 team zal in ieder geval tevreden de kleedkamer opzoeken. Deze speler speelt vandaag een hele sterke partij. Hij weet van geen ophouden. Hè? Hij blijft het doel van de tegenstander maar bestoken. En ja, inmiddels heeft het al 2 goals opgeleverd. Hier is de aftrap voor de tweede helft. Bij een tussenstand die de krasverhouding goed weergeeft. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Diallo. Bal gaat over de vleugel. Ach nee, de tegenstander heeft de bal alweer veroverd. Sim de Jong. Die tackle zet hem van de bal af. Hij zit er goed tussen bij die pas. Balbezit veroverd.
Jonjo Shelvey. Die steekbal is gevaarlijk. Dit kan wel eens een kans opleveren. En nu snel schakelen voor de counter. Bal blijft binnen naar die raak. Zo mooi geplaatst. Mooie redding, maar hij krijgt die bal niet weg en dan gaat het alsnog fout. Ja, inderdaad, zie het. Die aanvallende partij blijft alert en slaat er alsnog toe. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Oriol Romeu. Connolly. Fabian Schier. Siem de Jong. Ja, op het doel. Die gaat er mooi in, zeg. Een onvervalste hat-trick maakt hij hier. Wat is hij vandaag op dreef? Hij blijft ze erin schieten, hè? Dit is alweer zijn derde van het duel. En dat noemen we dan een hat-trick, hè? Fantastisch gedaan. Dit doelpunt vanuit een ander hoek. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Slordig met het balbezit. Kunnen ze profiteren van deze paas? De keeper lijkt hier overmoedig of in de war, want hij laat zijn eigen doel ver achter zich. Hij let goed op en onderschept die paas. Jonjo Shelvey. Ze blijven in balbezit en spelen de bal rond. Totdat er een opening ontstaat. Misschien. Daar schiet hij op doel. Goeiedag, mooi doelpunt. Ja, toch nog aangeraakt door de keeper die bal. Ja, maar het maakt niks uit. Dat zien we hier ook in de herhaling. Laten we dat doelpunt nog eens bekijken. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin één ploeg duidelijk het verschil maakt. Paas zijn eindstation bereikt. Oriol Romeu. Jonjo Shelvey. Het ziet er veelbelovend uit. Hij anticipeert goed en onderschept die paas. Hij gaat over de lijn. Inworp. Fabian Schier. De bal wordt via de vleugel gespeeld. Gaat dit wat worden? Doelman had hem. De bal blijft binnen. Zou wel eens wat kunnen worden. Te snel vertrokken en nu is het buitenspel. Connolly. Veel ruimte op de vlak. Goed hoor dat hij hier voordeel. De doelman weet wel raad met die kopbal.
zit er goed tussen bij die pas. Ja, op doel. Oh, wat een boeier zeg. Ja, hij gaat wel over. Maar als hij erin ging, zou hij door het net zijn gegaan. Het ontbreekt dan wel net aan een itsie-pitsie nauwkeurigheid. De actie, zegt die paas, lijkt nergens op. Valentino Lazaro. Dit kan wel eens een kans opleveren. Dat moet toch lukken, deze bal. Er wordt gefloten voor buitenspel. Het is tijd voor een wissel. Alfred Ndiaye. Oh, wordt ingeleverd. Ze wachten tot de tegenstander druk gaat zetten. En er ruimtes ontstaan. Nou, er wordt daar vakkundig gecombineerd. En er wordt gekeken of er een opening ontstaat. Moet het doelpunt worden? De keeper pakt hem. Fabian Scheer. Oriol Romeo. De Jong. Valentino Lazaro. Ja, kans! Ja! En een redding! Hij kopt hem over! Nou ja, en dat scheelt helemaal niet veel. Nee, zeker niet. Met iets meer geluk gaat die bal onder in plaats van over de lat. Er zijn nog 20 minuten speeltijd over, de laatste fase. Siem de Jong. Dit kan wel eens gevaarlijk worden. Waar gaat hij toe? Bal gered. Spel loopt verder. Weer gestopt door de doelman. Bal over de achterlijn. Bal komt voor in het 16 meter gebied. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Doelman moet opletten. En de doel, hij geeft hem gewoon aan de aanvaller. Dat schot wordt geblokkeerd door een speler. Alfred Ndiaye. Pustunali. Ze geven de bal weg. Een kans op een counter. En nu wordt het oppassen. Wat gaat hij hiermee doen? Oei, die gaat net mis. Ja, dat was een snelle uitbraak en het leek ook een goal te worden. Maar ja, dan ontbreekt het ook aan geluk. Er zijn nog 15 minuten te gaan in de reguliere speeltijd. Slordig met het balbezit. Zeeën van ruimte voor zich. In het midden van de 16. Ratatatatatata, die gaat er uitstekend in. En zijn naam staat nu 3 keer op het scorebord. Een echte hat-trick. Dat zie je niet elke dag. 3 doelpunten in 1 wedstrijd. Nee, maar het is toch echt een hat-trick. Het is levensgevaarlijk vandaag. Nog eens vanuit een andere hoek. Een doelpuntrijke wedstrijd waarin 1 ploeg duidelijk het verschil maakt.
Dit lijkt me Diepertje, wat doe je nou? Hij levert de bal gewoon in bij de tegenstander. Daar schiet hij op doel. Hij weet het schot tegen te houden. Deze mag erin. Oh, de bal komt terug via de lat. Ze ruimen de bal op voordat hij kon schieten. Het scheelt maar een paar centimeter. Dan was het raak geweest. Kans hier. Wat een... Bam! En dat is een mooi doelpunt. Het lijkt misschien makkelijk om deze bal erin te schieten. En dat is het eigenlijk ook voor deze afstand. Hij komt voor de tweede keer op het scorebord vandaag. Ook nog eens vanuit een ander standpunt. Heerlijk toch, al die doelpunten. Eén team is duidelijk de baas. Smith. O'Neill. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Gaat dit wat worden? Na die tackle is hij de bal kwijt. En die veelbelovende counter eindigt zo in balverlies. Smith. En Gini. O'Neill. De Jong. Het ziet er veelbelovend uit. Op het doel. Goed geblokt dat schot. Kans om te scoren. Hij heeft hem. De bal komt voor het doel. Hij houdt het schot tegen. No problem. Geen probleem voor de doelman. Alfred Ndiaye. Sim de Jong. Jonjo Shelvey. Kan hij hier voor gevaar zorgen? En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Julian Schieber. Ze profiteren van deze pass. Goed gereageerd, zeg. En daarmee heeft hij die pass onderschept. Hij geeft hem gewoon aan de aanvaller. Die bal weet hij goed onderscheppen. Goed opgesteld. Smith. Balbezit naar de tegenstander. En nu wordt het oppassen. Nog steeds in aanval. Lage voorzet op een teamgenoot. En de bal ligt in het net. 3 doelpunten en dus een hat-trick. Schitterende prestatie. En hij heeft nu toch echt een hat-trick op zijn naam staan. Ja, zijn 3e doelpunt van het duel alweer. Nog eens vanuit een andere hoek. Ja, nu is de wedstrijd al gespeeld. Nu ze de voorsprong nog groter maken. Öztunali. Hij stoomt verderop. In het centrum gespeeld. Hard geraakt van dichtbij. Oh, maar hopeloos, troosteloos, machteloos. Het is echt lastig. En de doelman,
kan hier even de druk niet aan. Belabberd. Het duel is gespeeld. De scheidsrechter fluit voor de laatste keer. Hij heeft vandaag een topprestatie geleverd. Wat onmiskenbaar heeft bijgedragen aan de overwinning. Dat was natuurlijk van het grootste belang bij de totstandkoming van deze overwinning.